Hoe kun je met behulp van wiskunde de vijfde symfonie van Beethoven herkennen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dankjewel. Alles trilt. En dat is niet een of ander New Age-achtig idee van mij, hoor. Dat is gewoon echt. Want kijk, water trilt, maar lucht trilt ook. En als lucht, zeg maar, als de luchtdruk heel langzaam varieert, dan hebben we het over het weer. Er komt een depressie aan. De druk gaat, zeg maar, morgen wat omhoog. Maar als luchtdruk heel snel varieert, zeg 30, 40.000 keer per seconde, dan hebben we het opeens over geluid. Terwijl als je ergens een microfoon in de lucht steekt, wil je eigenlijk niet weten of het morgen mooi weer is. Dan wil je misschien wel weten om te kijken of die microfoon droog blijft. Maar dat is niet je primaire doel. En andersom, als je een barometer in de lucht houdt, wil je niet dat de herrie van de buren invloed heeft op je meting. En ik heb dus een mooi voorbeeld van hoe het fout kan gaan. En die heb ik gewoon lekker op mijn telefoon staan. Want daar kan je tegenwoordig muziek op hebben. Wat ik gedaan heb, ik een stukje muziek afgedraaid. Op een box. Microfoon voorgezet. En die microfoon heb ik 100 keer per seconde volgens mij laten meten. En toen heb ik dit ongeveer gemeten. Oh, nee. Oh, oh. Toen heb ik dit gemeten. Dat was wat ik afspeelde. Dit was wat je dan meet. Hè, dus je speelt het ene af. Je zet een microfoon voor je box die maar 100 keer per seconde meet. En als je het dan afspeelt, hoor je dit. Dat is best een probleem. Nou, je wil dus die golven uit elkaar trekken. Je wil ze eigenlijk kunnen zien. Hè, als ik een signaal heb, een meetsignaal, dan gaan we weer naar het bord. Hè, ik heb bijvoorbeeld, als ik druk als functie van tijd heb ik het weer, wat heel langzaam varieert. En ik heb muziek, wat heel snel varieert. Wat misschien wel dezelfde frequentie heeft. Of dezelfde amplitude heeft. Dat heeft natuurlijk een andere frequentie. Maar ja, wat ik echt meet, zal zoiets zijn. Zou het nou niet heel mooi zijn als je dit signaal, dat paarse signaal wat je meet, op een manier zou kunnen laten zien waarop je ziet welke frequenties, welke trillingen daarin aanwezig zijn. Nou, er is een Fransman geweest, Fourier. En die heeft een wiskundige truc bedacht waarmee je dat kan uitrekenen. Dit is Fourier trouwens. Als we Fourier niet gehad hadden, hadden we ook hiërogliefen niet ontcijferd. En dat heeft te maken met een carbon copy. Dus zeg maar echt gewoon een stuk papier. Iedereen die cc op een e-mail doet, dat komt ergens vandaan. Stuk papier. Heeft Fourier, toen hij voor Frankrijk naar Egypte ging om daar dingen te stelen. Dat was zeg maar toen de tijd archeologie. Dat papier tegen de Rosetta Stone aangehouden. Met een potlood een carbon copy gemaakt. Mee naar huis genomen. En dat heeft hij aan een van zijn protégés gegeven. Jean Polier uit mijn hoofd. Misschien dat ik het verkeerd uitspreek. Die heeft dat op 11-jarige leeftijd gezien en die dacht, oh, dat kan ik ontcijferen. En daar heeft hij jaren over gedaan, maar het is hem wel gelukt. Dus als wij Fourier niet gehad hadden, hadden we ook onze hiërogliefen niet ontcijferd. Dat gezegd hebbende, dit is waar Fourier bekend om is geworden. Fourier heeft namelijk bedacht, een wiskundige truc, dat als je dit paarse signaal weet, als je dat gemeten hebt, dan kan je natuurlijk ook zeggen, hey, in plaats van iets in de tijd zetten, kan ik het in de frequentie zetten. Met de amplitude van de golven die ik tegenkom. Want als je hier naar kijkt, dit paarse signaal is opgebouwd uit één hele lange golf met deze amplitude. En deze golflengte. Nou, iets met een hele lange golflengte, dat gaat langzaam op en neer. Dus dat trilt maar weinig keer per seconde. Dus dat heeft een hele lage frequentie. Golflengte en frequenties,
Er zit een omgekeerde relatie tussen. Dus die golf, ja, die kan je dan zeg maar hier bij de lage frequenties kan je zeggen, ja, ik heb zeg maar, ik heb één meetpunt van een laagfrequente golf. En dat is de amplitude. Tegelijkertijd heb ik hier ook deze golf. Ja, die is veel hoogfrequenter. En je ziet mijn bord teken skills. En die hoogfrequente golf, dus met deze golflengte. Ik heb hier 2, 3, 4 golflengtes al. Ja, die zal ongeveer deze frequentie hebben. En die heeft deze amplitude. Dus als je de Fourier-analyse toepast. En dat is een vrij simpel stukje wiskunde. Dat leren wij onze eerstejaars in Delft. Dus als je dan zeg maar die wiskunde zelf wil kunnen toepassen, kan je 2 dingen doen. Of je komt bij ons wiskunde volgen. Of je gaat op Wikipedia en dan kan je zeg maar gewoon een stukje kant-en-klare code vinden om het toe te passen zonder het te begrijpen. Ik raad het eerste aan. Daarmee kan je dus een signaal wat uit meerdere golven bestaat, waarvan je alleen het paarse deel gemeten hebt, omrekenen in de frequenties die erin zitten. Ik heb jullie net al een stukje muziek laten horen. Ik zal het nu nog 1 keer laten horen. Hetzelfde stuk natuurlijk. En er werd iemand zei al correct wat het is. Deze. Dus de Imperial March uit Star Wars. En die heb ik natuurlijk niet voor niks gekozen. Ten eerste omdat die op datzelfde lijstje stond als Lego van het vorige college. Ten tweede omdat hij heel mooi hoge geluiden en lage trommels heeft. Als je namelijk de Imperial March zou meten, dan trillingen, dan... Dit is zeg maar hoe het eruit ziet als je gewoon alleen de druk meet. En daar kan je niet zoveel mee. Er zijn maar weinig mensen, Rain Man. Maar er zijn niet zoveel mensen die hier naar kunnen kijken en zeggen, ah, dat is de Imperial March. Als je dat wel kan, dan zijn er hele lucratieve banen trouwens. Maar je kan dus met een Fourier-analyse kan je dus gaan kijken naar welke frequenties erin zitten. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat die, daar zit zeg maar onder, op de onderste as zie je nu frequenties staan. En je ziet dat zo rond de 100, 10 tot de tweede, frequenties drukken we altijd uit in machten van 10. 10 tot de tweede, daar zie je zo'n piek. Dus rond de 100 hertz zit een piek, dat zal iets met die trompetten te maken hebben. Hier kan je al iets meer zeggen over wat er nou in dit muziekstuk zit. Wat nou leuk is, ik heb dit nu in mijn computer. Dan kan ik ermee spelen. Wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, is ik heb gezegd, als ik nou alleen maar de frequenties onder de 1000 hertz pak. Hoe klinkt dat dan? Nou zo. En muziekkenners en muziekliefhebbers, dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn, die horen verschillende instrumenten hierin terug. Ik heb natuurlijk ook precies het omgekeerde gedaan. Dit zijn alleen de hoge frequenties. Het feit dat je nu bijna niks meer hoort, ik zal hem iets harder zetten. Het feit dat je nu bijna niks meer hoort, komt omdat we in Club Air staan. Die hebben redelijk geïnvesteerd in die lage frequenties goed hoorbaar maken. Zodat het hele Rembrandtplein mee kan genieten. Wat nou het aardige is, wat dit betekent, is als ik met een Fourier-analyse een druksignaal in de tijd uit elkaar getrokken heb in verschillende frequenties. Ja, dan kan ik dus met die lage frequenties die kan ik afspelen en die hoge frequenties kan ik afspelen. Dat is natuurlijk interessant als ik het uit elkaar getrokken heb en ik breng het weer samen, hou ik dan wel hetzelfde over? Ben ik niet iets verloren onderweg? Dus wat ik nu doe, is dat ik op de linkerboxen zet ik de lage frequenties. Ik heb gelukkig een stereo op mijn telefoon. En op de rechterboxen zet ik de hoge frequenties. En dan is het, behalve voor mensen die heel goed verschillende richtingen kunnen horen, hebben we praktisch hetzelfde geluid over. En voor mensen die geen richting kunnen horen, hebben we precies hetzelfde geluid over. Ah, zo. Op een gegeven moment raak je, ik heb dus een beetje indoctrinatie. Dus zeg maar dit, als jullie straks allemaal naar huis gaan, dan neurie je dat nog de hele dag door.
dat is natuurlijk mooi dat je daarmee kan spelen. Maar ja, wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat je niet alleen maar die frequenties uit elkaar kan trekken. Hè, maar we hebben bijvoorbeeld gezien, hey, ik heb frequenties waar ik wel in geïnteresseerd ben en waar ik niet in geïnteresseerd ben. Dus kan ik nou niet bijvoorbeeld die hoge frequenties, voordat ik ze naar mijn box stuur, harder zetten en die lage frequenties wat lager zetten? Ja, natuurlijk kan dat. En eigenlijk, kijk, als je zeg maar in iTunes of in een willekeurig programma naar een equalizer kijkt. Nou, kijk, dit is de opsplitsing. Als je naar een equalizer kijkt, ja, zie je al die bandjes? Dat is precies wat je hier doet. Je zet namelijk, en ze hebben het hier niet in twee banden wat ik deed, namelijk laag en hoog opgesplitst. Maar je equalizer is opgesplitst in heel laag, een beetje laag, midden, middenhoog, hoog, whatever. Geef het een naam. Die getallen die daaronder staan zijn de frequenties die daar ongeveer bij horen. En dan kan je inderdaad zeggen, nee, ik splits het op. En dan zet ik de bassen hoog, want dat wil ik graag. En dan zet ik de hoge tonen laag, want die interesseren me toch niet. Dan luister je naar techno waarschijnlijk. Ik wel. Dat is leuk om mee te spelen. Daarmee zou je dus alle frequenties waar je niet in geïnteresseerd bent in je meetsignaal eruit kunnen filteren. Ik had u beloofd dat je zeg maar, dit kan gebruiken om muziek te herkennen. En ik heb u het spectrum, want zo noemen wij een plaatje van de frequenties die in een signaal zitten. Het spectrum van de Imperial March laten zien. En ik had gezegd, ja, iemand die aan de druksignalen van een muziekstuk kan zien wat het is, die is waarschijnlijk Rain Man. Dat geldt eigenlijk ook voor spectra. Want als wij nou even nadenken over een stuk muziek, dan is het niet zo dat het hele stuk over de hele lengte continu alleen maar bas heeft. Of alleen maar dat het continu hetzelfde spectrum heeft. He, die muziek verandert. Je hebt stukjes met wat meer hoge tonen, stukjes met wat meer lage tonen. Als je een trommelslag hebt, heb je wat lage tonen. Als je een fluitsignaal hebt, heb je wat hoge tonen. Dus wat je eigenlijk zou willen, is dat je die Fourier-analyse kan toepassen op een heel klein stukje van het geluid. Nou, daar treden wat moeilijkheden mee op, maar daar kom je een heel eind mee. Dus wat je kan doen, is dat je van een heel klein stukje geluid maak je Fourier-analyse. En dat laat je zien als een kleurenschaaltje. En dan doe je voor het volgende stukje, maak je Fourier-analyse en laat je doen als een kleurenschaaltje. En dan ziet u bijvoorbeeld zo uit. En hier kan je al wat meer mee. Wat je hier namelijk ziet, is je hebt wat hoge tonen. En dan een hele lange lage toon. En wat je hier ook heel mooi ziet, is de harmonische die in het geluid zitten. Je ziet hier heel mooi dat zo rond de 100 hertz zit een harmonische op die 1 seconde. En die komt dan ook op precies 200 en precies 400 en precies 800 terug. Dat is namelijk eigenschappen van klassieke instrumenten, dat ze een grondtoon hebben en boventonen. Die toon, die wordt kort herhaald, een paar keer zo te zien. En daarna komt hij iets lager, gaat hij langzaam. Dus zoiets. Of zo. Nee, ik heb hem natuurlijk gewoon hier. Dit kan je herkennen als je daar echt goed in bent. Dat ziet er. Ken ik mijn eigen code nog? Ja. U kent hem misschien ook. Dus. Ik kan echt niet zingen trouwens. Dus dit soort plaatjes kan je prima zien welke muziek je aan het beluisteren bent. Dit is ook waar algoritmes als Shazam en zo op werken. Het is niet helemaal, die doen er nog een flink aantal intelligente stappen overheen. Maar dit is de basis. Want hier kan je veel makkelijker aan herkennen. Zelfs aan mijn zang zou je nog kunnen herkennen. Hey, het is de vijfde van Beethoven. Maar hij zit zeg maar net elke keer een halve hoogte noot te hoog. Er zijn ook plaatjes waar je gewoon niks kan herkennen. Deze heb ik ook gedaan. Dit is troep. Dit, ja, ik weet het niet. Zeg het maar. Telt niet als muziek. Wat trouwens apart is, want daar zijn zeg maar heel veel 14, 15-jarigen het heel grondig met mij oneens. En ik heb die discussie 15 jaar geleden ook gevoerd. En ik kan er dus zo mooi zo'n, als natuurkundige of als wetenschapper, kan ik daar mooi zo'n tijdslijntje in trekken. En normaal gesproken ben ik best goed in staat om dan te voorspellen wat dan de volgende ontwikkeling gaat zijn. Ik kan me echt niet voorstellen wat de
rotherrie, ja, ik hou me in, wat een rotherrie is, waar mijn zoon met mijn kleinzoon over gaat discussiëren. Als dit al is wat we nu hebben. Maar we kunnen dus met die Fourier-analyse prima uit elkaar halen welke golfjes er in een signaal zitten. Dus als we maar snel genoeg gemeten hebben, kunnen we daarna alle golfjes waar we niet in geïnteresseerd zijn weggooien. En dan zijn we aan het eind eigenlijk op het punt waar we op het vorige college ook waren. Ja, de conclusie is dus eigenlijk toch dat je heel snel moet meten. Dan ga ik in mijn volgende college uitleggen hoe je toch langzaam kan meten en die irritante golfjes, die hele snelle golfjes, kwijt kan raken. En daarbij heb je zeg maar dezelfde kwaliteiten nodig als operazangers die wijnglazen kapot zingen. Dankjewel.